De Nationale Assemblée heeft vandaag de behandeling van het wetsontwerp wijziging van de wet op de staatsschuld voortgezet. Voorafgaand aan de behandeling is de minister Natuurlijke Hulpbronnen, ad interim Patrick Pengel, ingegaan op vragen over de breuk van de kofferdam bij de Klaverbladmijn. Pengel deelde het parlement namens de minister van NH, Regiljo Dotsen, mee dat het standpunt van het ministerie onveranderd is wanneer het gaat om wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het onderhoud van de kofferdam. Als ook het vergoeden van eventuele schade ten gevolge van het inzakken van de dam. De verantwoordelijke is en blijft de Alcoa totdat zaken nader zijn bepaald. En daar aan deze verantwoordelijkheid zal het ministerie van NH de Alcoa ook houden. Over de actuele situatie heeft het geacht lid Asadang uw college volledig geïnformeerd. Ik zou de informatie niet hoeven te herhalen. Dat de actoren nog steeds bezig zijn, omdat er nog geen finale rapportage is, is dat ook nog niet overgedragen aan uw college. Maar de updates zoals die gebracht zijn door de MAS en OE. Die zijn correct. Op dit moment is er nog geen finale situatie ontstaan bij de dam. Dus de dam vertoont nog steeds verschuivingen. En een van de acties die dus de MAS voorstelt en waarschijnlijk overgenomen zal worden. Van de hoofdvaargeul zullen gaan doen. Er is een boei daar bij de kofferdam die de vaarroute aangeeft. Maar de MAS overweegt om additionele afbakening te plaatsen, zodat het duidelijker is dat de schepen niet te dicht bij de kofferdam varen. Ten aanzien van de verzakkingen aan de andere kant van de rivier waar de woonhuizen zijn, vraagt het ministerie van NH de bewoners alle instructies van het NCCR op te volgen. Er is volgens de bewindsman nu sprake van een springvloed en heel veel regenval, waardoor de oevers verzadigd zijn geraakt met alle gevolgen van dien. Het ministerie van NH drukt dus de bewoners ook op het hart om de situatie niet te onderschatten en alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om zichzelf niet in gevaar te brengen. Dus het risico van verdere afkalving bestaat nog steeds. Er is sprake van ondergrondse scheuren die op dit moment niet allemaal zichtbaar zijn. Dus het ministerie vraagt om de instructies van het NCCR zo goed mogelijk op te volgen. We moeten het niet onderschatten. Over de andere situatie bij de kofferdam, over een inderdaad de kofferdam te vervangen, de stalen dam te vervangen met een dam van ander materiaal. Dat is voor de lange termijn, omdat het ministerie ook met bijvoorbeeld de SWM aan het kijken is over de waterbronnen die daar in dat gebied zijn. En die eventueel nuttig gebruikt zouden kunnen worden met betrekking tot de watervoorziening in de omgeving. Minister NH ad interim Patrick Pengel vandaag in DNA. Hij heeft het parlement ingelicht over de situatie bij de kofferdam, waar de vorige week op bepaalde plekken een breuk is opgetreden. De bewindsman benadrukt dat de situatie nog heel kritiek is. Het ministerie van NH wacht de rapportage over de oorzaak van de MAS en het ministerie van Openbare Werken af. Daarna zal er gesproken worden met de Alcoa over de verantwoordelijkheid die zij moet opnemen ten aanzien van het vergoeden van de aangerichte schade. Het parlement was niet helemaal tevreden met het verslag van de bewindsman. Wil de regering oproepen, voorzitter, via u om het daarheen te leiden dat wij niet, dat de instituten die wij hebben, die onderzoek voor ons doen of voor de regering, werkarmen van de regering, dat de regering die inzetten. Dat we niet zitten wachten op informatie van de Suralco, maar dat wij op basis van onze eigen informatie gaan handelen. We hebben geconstateerd, de instituten van de overheid hebben geconstateerd dat er mogelijke calamiteiten daar kunnen voordoen. Dat de overheid dan niet wacht op wat de Suralco dan zegt, maar dat de overheid, voorzitter, via u, optreedt met de informatie die die werkarmen hebben verzameld. Ja, want het kan niet zo zijn dat Suralco hier voor ons in het land komt bepalen wat ze willen. Ik denk dat het andersom moet zijn. Ik krijg de indruk, er is een calamiteit, er is haast bij, maar er wordt gekeken. Ik vroeg me zo'n beetje af van, hoe loopt het in de crisis operation van dit probleem? Is het zo dat
de regering in contact is met de Suralco en op een hourly basis, een uurbasis, bezig is om te kijken van waar we staan. Maar intussen heb ik begrepen dat de regering bezig is met zijn zaak en de Suralco daarna geïnformeerd of benaderd zou worden om bepaalde zaken uit te voeren. Ik denk dat we weten of aangeven dat de zaak urgent is. En ik denk dat het toch wel de Suralco op gewezen moet worden dat zij in alle haast dit probleem moeten oplossen. Dat zo'n calamiteit heeft kunnen plaatsvinden, geeft duidelijk aan dat Suralco Lees Alcoa structureel bepaalde zaken in dit land heeft verwaarloosd, voorzitter. En daaruit is dit een gevolg. Ik heb kunnen opmerken, voorzitter, dat Alcoa, tenminste dat gevoel bekrompt mij, dat Alcoa constant haar verantwoordelijkheid van zich wil afschuiven. En dat is een zeer verontrustende situatie. Ik wil concreet van de regering weten dat wanneer Suralco of Alcoa niet inkomt in deze situatie, welke consequenties de regering daaraan zal verbinden. Enkele reacties en vragen gericht aan de regering in de kwestie Breuk Kofferdam. Duidelijk werd dat de DNA-leden niet gecharmeerd zijn over het optreden van de Alcoa-Suralco. Voorzitter Simons voegde eraan toe dat de leden de regering ondersteunen, maar belangrijk is dat het onderzoek gedaan wordt en dat de Alcoa vertelt hoe ver zij zijn met hun onderzoek. Hierna werd er een aanvang gemaakt met de behandeling van de wijziging van de wet op de staatsschuld.